Hey mensen van Team Whiskey. Ja. We gaan Great Wall spelen. Yep. Ik heb al een paar keer deze gedaan. Ik vind hem een beetje saai worden. Want ik heb gewoon echt heel vaak achter elkaar gedaan. Niet op één dag, maar meerdere dagen achter elkaar. Want dan mijn recordprogramma. Je kon toen mijn microfoon niet meer vinden om een of andere reden. Toen werd het gewoon niet. Het programma, nou, ik weet niet precies wat, maar toen werd er dus iets anders niet. Hoe heet dat? Toen werd er mijn geluid gewoon helemaal niet opgenomen. In plaats van dat hij zag hem wel, maar dan nam hij het gewoon niet op om een of andere reden. En ja, een paar probleempjes dus, maar goed. Die zijn nu weer gefixt. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Wat is dat nou weer? Wacht even hoor, ik ga even kijken, maar zo terug. Bleken meldingen van de origine te zijn. Maar ik had veel twee even tijdelijk op Steam gezet, zodat mijn vrienden vanuit Steam kunnen zien dat ik iets aan het spelen ben. En vaak betekent dat dus dat ik dat aan het recorden ben. Dus ik denk dat is handig, maar dus niet als je zulke gezeik krijgt als met Origin. Dus dan dat je wel meldingen krijgt, maar dat is verder niet. Enemy activity acknowledged, over. Enemy activity acknowledged, over. Waarom kan ik niet gewoon maar goed, een beetje apart allemaal, dat van Origin is team mode. Maakt verder niet zo heel veel uit. Jammer. Dus, eens even kijken hoor, wat hebben we hier? We gaan gewoon dit overnemen meteen. Ik ben echt heel erg gewend met Battlefield 3, want dat speel ik nu ook. Dat ik met die pijltjes toetsen moet gaan wisselen van wapen. Dus dat doe ik nu ook de hele tijd, maar dan komt er echt allerlei verneukt iets uit. Het is echt heel anders. Qua volgorde. Goed, dat maakt verder niet uit. En ik heb het nu over Battlefield 3. Ik wil ook meteen dat doen we liever niet. Ik wil nu ook meteen even zeggen van Battlefield dat Battlefield 2 ga ik 2 keer per zondag uploaden vanaf nu. Dat zullen jullie misschien ook wel merken, maar dat weet ik niet. Ja, dat zullen natuurlijk dat wel merken, maar ik weet niet of dat eerder is dan dat ik nu record qua opnames. Maar dat merk je vanzelf wel. Want ik wil zo snel mogelijk beginnen met Battlefield 3 multiplayer. Gewoon randomheid met Reinhard en een vriend van mij. Ja, Reinhard is ook vriend, maar een andere vriend. Dus ja, zo wil ik dat doen. Waarom kunnen we die nou nog steeds niet overnemen? Dank je. Nee, ik ben geen medic, shit. Sorry. Ik ga gewoon die helpen overnemen. Kijk of het me lukt. Oh, zij zijn al bezig. Factus. Ja, ik wil hem neerschieten graag. Dank je wel dat het mag. Ik vind wel dat het een beetje slecht is hier. Qua richten. Want ik heb nu Battlefield 3 gespeeld en dat is echt zo anders. Alright, back in there.
En laten we dus gaan overnemen dan maar. Holy shit. Dat is niet zo handig volgens mij. Fuck, nee. Fuck. Komt weer zo'n grote auto aan. Waar kwam dat schot nou weer vandaan? Oh, daar vandaan. Fuck, ik moet gaan snipen. Kut, dat bedoel ik. Ik ga wel even Vospik zijn. Oh. What the fuck? We gaan wel goed nu in één keer. De vorige keer gingen we echt falen, maar nu gaat het echt veel beter. Waarom? Ik heb geen idee. Want ik ga deze eerst even overnemen. Deze lijkt me ook wel belangrijk. Als ze nu in één keer veel minder hier zijn. Nou, dan neem ik deze gewoon lekker rustig over. Of niet dan? Oké, ze vechten nu vooral bij de commando. Oké. Nou, het zou heel snel afgelopen kunnen zijn als ik deze overneem. Dan kunnen ze niet meer. Oké, ze gaan die toren op. De centrale muur. Oké, ik heb deze zo even gedaan. Dan ga ik even snel naar de centrale muur. Want die mogen we absoluut niet kwijtraken. Dan gaat het helemaal fout nou, hoor. Ze hebben we nog niet door. What the fuck, gozer, doe het normaal. Kom ik nou weer hierboven? Oh, nou, niet via hier in ieder geval. Dus we die allemaal even overnemen, gaan we even. Ja, dat dacht ik al wel, dan ga ik even deze al doen. What the fuck, ik schoot gewoon alles, een heel magazijn op hem leeg. Hoe overleeft die gozer dat? Dat bedoel ik. Ga maar dood. Nou, ze kunnen nergens spawnen. Dat is wel nice. Hoe gaat het daar? Dat. Enemy activity, acknowledge, over. Oh, hey. All clear. Area secure. Gewoon random schieten. Ik heb geen idee. Hallo. Sorry, ik ga je reviven. Kut, toch niet. Oh mijn god. Nou, hoeveel mensen zijn er nog? Nog één. Deker. En als die dood is, dan zijn we allemaal klaar. Oh, liep die hier net? Nee. Hij zal ergens moeten zijn. Oh, fuck. Hij leeft nog steeds. Ik loop wel even hier langs. Kijken waar die is. Nou, niet hier in ieder geval. Iedereen staat daar. Zou ze hem al lang moeten hebben. Dat was hem, mensen. Lekker kort. Nou, zo vind ik het wel een leuke map als het zo snel gaat. Maar goed, er komen toch twee per dag. Dus jullie krijgen van niet te weinig bij de Battlefield 2. Battlefield 3 komt hij na. Ja, ik weet het. Iemand is bij de Battlefield 3 aan het spelen. Oké, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. Like deze video als je hem leuk vond. Voeg hem ook toe aan je favoriet als je hem leuk vond. Dankjewel. Ja, nog meer. Abonneer voor meer. Ik kan zoveel niet meer bedenken. Minecraft staat er al op, zoals jullie doorhebben. Komt ook. Elke zaterdag komt dat in plaats van Call of Duty. Want ja, Call of Duty World of War Zombies, dat werd niet echt een succes. Dus ik denk, nou, dan doe ik Minecraft. En dat is nu al meer vaker bekeken dan volgens mij al. Wilde het voor wat ik tot alle zombies die ik tot nu toe heb geüpload. Maar dat weet ik niet zeker. Maar goed, in ieder geval. Dat is in ieder geval succesvoller dan zombie mode.
Maar goed, je weet maar nooit. Ik wil niet opnieuw spelen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Later.